In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel, komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Marijn. Hij is afgekikt van een cocaïneverslaving. Arrogant of gezellig? Gezellig. Cocaïne uit Peru of Colombia? Colombia. 50 of 70 euro? 70. Een lijntje of een sleutelpunt? Sleutelpunt. Zelf of onder begeleiding afkikken? Onder begeleiding. Ja. Ik denk trouwens toch 50, want het is goedkoper. Ja. Hoe was de allereerste keer dat je cocaïne gebruikte? Ja, ik was zelf al verslaafd aan wiet, zeg maar. En ik was altijd van, ik heb zeg maar mijn wiet gebruikt om rust te krijgen in mijn hoofd. Maar ik werd er heel erg sloom van. En mijn vrienden die gebruikten allemaal wel cocaïne, zeg maar. En ik dacht, ik ga dit niet doen, maar uiteindelijk toch een keer gegaan. En ik weet niet, ik merkte dat ik gewoon op een gegeven moment weer energie voelde of zo. Want ik was altijd best wel, ja, laag, zeg maar. Ja, ik voelde me anders dan dat ik normaal voelde. Normaal was ik eigenlijk best wel heel erg onzeker over mezelf. Heel erg mezelf, ja, ik voelde mezelf gewoon afschuwelijk, om het zo maar te zeggen. En als ik dat gebruikte, toen dacht ik van, ik heb weer energie en ik heb weer een soort leven of zo. Maar kon je niet gewoon stoppen met blowen, zodat je weer wat meer energie... Nou, daarvoor was je eigenlijk al te verslaafd aan. Ja, bij mij was het zeg maar... Het is niet per se mijn middel waar ik aan verslaafd ben, zeg maar. Maar het is gewoon de pijn en verdriet die ik eigenlijk constant wil verdoven. En die ik niet wil voelen. Toen je het zeg maar de eerste keer had geprobeerd... Hoe snel heb je het toen weer een tweede keer gedaan? Gelijk daarna. Na de eerste keer, toen dacht ik alweer van... Ik moet meer en ik moet nog meer. En op een gegeven moment de dag daarna dacht ik van... Oké, ik heb eigenlijk weer nodig... Ik moet het gewoon meer hebben om maar niet bij mezelf te komen. Hoe beïnvloedde de verslaving je leven? Ja, sowieso met mijn familie. Want op een gegeven moment was het voor mij zo normaal om te gebruiken. Dat ik was een weekend weg met mijn ouders. En ik dacht van, ja, ik gebruik boeien. En ik zat zeg maar, we waren een weekendje weg met het hele gezin. En ik vertelde doodleuk aan mijn ouders dat ik cocaïne gebruikte. En ik had heel een weekendje verpest. Ik zag daar het probleem niet van in, want ik dacht van ja, ik ben toch gewoon cocaïneverslaafd en ik heb toch gewoon dat spul nodig, dus wat maakt het uit? Ja, ik vond het gewoon normaal of zo. Ja, het was gewoon, ik had iets gevonden wat voor mij werkte om niet bij mijn problemen te komen. En wat de rest ervan vindt, ja, dat boeide me dan niet. Dus ik werd eigenlijk een soort van egoïstisch, want ik vond het belangrijk om niet te gaan voelen. Dus wat de rest ervan vond, had ik gewoon eigenlijk dikke scheid aan, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, ik werd gewoon een heel andere persoon, ik werd egoïstisch, ik werd... Vooral naar mijn ouders toe werk egoïstisch. Ik ging de mensen die om mij geven, zeg maar, die liet ik links liggen. En dat boeide me niet zozeer. Maar de mensen die ik ook gebruikte, daar moest ik mee omgaan, want dan kon ik meer krijgen, zeg maar. Dus ik werd vooral beïnvloed door mijn zieke hoofd, zeg maar. Ja. Door mijn zieke stukje. En hoe ging dat in die tijd met werk of school? Tijdens mijn werk heb ik ook regelmatig wel eens gebruikt. Dat heb ik hun nog nooit verteld, dus als ze dit zien, dan wordt dat de eerste keer. Ik heb dat wel gedaan, want ik was op een gegeven moment onderin de kruipruimte ergens bezig en ik was gewoon een middel aan het gebruiken en niet bezig met een gasleiding die ik aan het maken was. Ik vond het middel belangrijker. Ik moest gebruiken om dingen leuker te maken, zeg maar. Ja. En dat is ook met mijn werk. Ik was wel op mijn werk aanwezig, maar ja, mensen hadden ook wel in de gaten dat er iets niet goed was met me. En uiteindelijk had ik toen ook de stap genomen om naar een kliniek te gaan. En ja, dat heeft mijn baas ook heel goed opgepakt en die heeft me ook in gesteund. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik kon daarna ook weer daar aan de gang. En denk je dat de buitenwereld aan jou zag dat je verslaafd was? Ja, ik denk het wel. Want dat is ook hetgeen wat ik nog steeds heb dan, zeg maar. Want ik ben altijd bezig met wat mensen van me vinden en wat ze aan me zien. En toch was ik altijd wel weer bezig van, oh, ze zien wel dat ik een raar persoon ben. Maar als ik dan heb gebruikt... Dan ben ik de jongen die gebruikt. Dus dan heb ik een persoonlijkheid. En dan kijken ze niet naar me omdat ik lelijk ben. Maar dan kijken ze naar me omdat ik gebruikt heb. Oh. Snap je? Ja. En dat is dan een beter beeld? Ja. Ja? Ik dacht van ja, als ik gebruik heb, dan ben ik iemand. Want dan ben ik een persoon die gebruikt heeft. Dus dan kan ik afgekeurd worden op het stukje dat ik gebruikt word. Ja, oké. Okay. En niet aan iets waar je niks aan kan doen. Ja. Ja. Hoe kwam je aan het geld? Gewoon door mijn werk. Ik had gewoon werk. Ik had op een gegeven moment wel... Mijn ouders wisten gewoon dat ik gebruikte, zeg maar. Dus ik had geregeld bij mijn ouders dat mijn vader mijn financiële zaken regelde.
En dus al de rekeningen betaald werden. En ik kreeg dan een soort van mijn eigen geld, zakgeld, om ja, daar de week mee door te komen. En daar, van dat geld, ja, kocht ik eigenlijk mijn middelen. Ah, en was dat genoeg? Want coke is gewoon best wel duur, toch? Ja. Ja, ik kon mijn benzine betalen, ik kon mijn coke betalen en ik kon mijn wiet betalen. En meer had ik eigenlijk niet nodig, want dat was mijn leven. Ik was constant in mijn auto en ik was constant aan het blowen en ik was aan het snuiven. Dus ja, die drie dingen had ik nodig en die drie dingen kon ik in principe betalen. Dus. Hoeveel geld denk je dat je kwijt was aan cocaïne? Ik denk 300 euro per week. En hoeveel snoof je dan? Het verschilde ongeveer een gram per dag. Een gram per dag? Ja. En hoe vaak haalde je dat dan? Maar dat, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb zelf niet heel vaak gehaald, want ik liet altijd halen door iemand. En omdat ik vond het eigenlijk toch best wel eng om iets te gaan halen bij iemand, zeg maar. Dus ik liet het altijd voor me doen. Hé, maar even, de cocaïneverslaafde vond het eng om zelf drugs te halen. Ja, omdat het klinkt heel gek, maar ik zit met mezelf beeld heel erg. Dus als iemand mij dan ziet, ik vond het sowieso al lastig om bij iemand op straat te gaan, zeg maar. En zeker om zoiets te doen, want ik vond het toch eng. En daarom ging iemand dat halen en dan zorgde ik dat hij ook voor mij meebracht, zeg maar. Ja, ja, dit is een hele typische. Oké. Heb je je neusschotje nog? Ja, die heb ik nog. Eens kijken. Ah ja, hij zit er nog. Nee, ja, bij mij viel het allemaal wel mee met, hoe heet dat? Ik heb hem niet lang gebruikt, dus dat scheelt. Het was echt de laatste periode van mijn verslaving. Hoe lang was het eigenlijk in totaal? Ik denk een jaar. Dus ik denk dat ik een jaar echt cocaïne heb gebruikt. En denk je dat je nog andere klachten hebt gekregen toen? Ik merk wel dat ik best wel druk op mijn hoofd had. Ik gebruikte ook tijdens mijn cocaïneverslaving ook Ritalin en de antidepressiva. Ik lag vaak op bed en dan was mijn hart gewoon dit aan het doen constant. En ik was zo mentaal onstabiel dat ik dacht van, als ik hier nou neerval, dan maakt het me ook niet uit. Dus ik was daar ook niet echt mee bezig. Denk je dat je persoonlijkheid is veranderd door cocaïne? Ja, zeker. Ik was zo klein, maar ik deed me zo voor. Dus ik was wel echt anders. Want ik liet mezelf niet toe dat ik het kleine mannetje was. Dus ik ging mezelf maar stoerder voordoen dan wat ik was. En denk je nu nog met dat het je persoonlijkheid heeft veranderd? Gewoon je hele verslaving? Ja, ik denk het wel. Sowieso het stukje met mijn ouders, dat ik nog steeds heel erg afstandelijk ben. En dat ik ook nog steeds best wel de neiging heb om naar mensen vast te blijven houden, zeg maar. Als ik een vriendengroep heb, dan moet ik bij die vriendengroep zijn. En dat wil ik uiteindelijk. Ik wil uiteindelijk gewoon op mijn eigen benen kunnen staan en niet afhankelijk zijn van mensen. Ja. Had de verslaving invloed op je seksleven? Nou ja, alles ging gemakkelijker. Als ik ben normaal best onzeker, dus ja, tijdens de seks viel het wel mee. Maar als ik cocaïne op had, dan kon ik gaan, want ik heb toch energie zat en het maakt me toch niet uit. En ja, ik was niet meer onzeker of zo. Dus het regelen ging ook gewoon veel makkelijker? Ja, ja. Ja, ik ging een beetje swipen en dan ga je in je auto zitten en dan heb je een match en dan ga je daar naartoe rijden. En dan weet je zo wel te praten van als je uiteindelijk seks kan krijgen, zeg maar. En daarna was het klaar en dan denk ik van oké, ik moet eigenlijk gaan, ik wil weg. Ja. Want ik wil weer gaan gebruiken. Ja. En wat ik allemaal vond, daar was ik niet mee bezig. Dus ik werd er best wel heel erg egoïstisch van. Wanneer besloot je dat het tijd was om af te kicken? Ik denk dat het moment was dat ik gewoon echt mezelf kwijt was. En ik dacht dat van, ik wil niet meer. En ik zelf mijn poging heb gedaan. En ik denk dat het moment is geweest dat ik een besef kreeg dat ik... Dat ik hulp nodig heb en dat er iets met me aan de hand is. Ik merkte gewoon, dit is niet hoe ik wil leven. En dit is niet hoe ik door wil blijven gaan. En toen ben ik gaan denken van, ik heb hulp nodig. Maar ook zo'n lijp kantelpunt, toch? Ja. Dat je ineens dus dat gevoel krijgt van, ik wil stoppen. Is dat ook niet een heel fijn gevoel? Ja. Ik was al wel zo ver dan, ik wil er vanaf. Maar ik was toch nog wel aan het gebruiken van, ik denk van, ja, ik ga binnenkort toch ergens een keer stoppen. Dus ik kan nog wel doorgaan gebruiken. En als het moment daar is, dan stop ik. En toen zeiden mijn ouders van, we hebben een kliniek gevonden. En bij de meeste mensen is het altijd van, afstand, nee, kliniek, ik wil niet naar zoiets toe. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil dit doen en ik wil aan mezelf gaan werken. En toen draaide er een soort van knop om van, ik wil mezelf veranderen. En toen heb ik ook ja gezegd en toen ben ik daar naartoe gegaan, zeg maar. En hoe lang heb je daar gezeten?
10 weken. Hoe ging dat daar in de kliniek? Je hebt groepsessies en je hebt activiteiten. En in een groepsessie is het eigenlijk grofweg gezegd van... ze breken je af en ze bouwen je weer op, zeg maar. Tegen mij zei ze, Marijn, ga eens op de grond liggen. Oh ja. En ik ging op de grond liggen. En ja, toen gingen ze verder praten. En ik lag op de grond, wachten tot ze weer iets zouden zeggen tegen me van, sta maar op. Dus ik bleef dan maar liggen. En uiteindelijk dacht ik van, ja, stik dan aan, ik sta op. En toen zei ze van, ja, precies, dit moet je ook met je leven gaan doen. In plaats van constant zitten te wachten tot mensen iets voor jou gaan oplossen. Gewoon zelf actie nemen, zelf opstaan en zelf je dingen gaan doen. En ik denk dat staat me nog steeds bij. Dat ik constant, of dat ik gewoon zelf de initiatieven moet nemen. En niet constant af moet wachten tot er iets gaat gebeuren, zeg maar. Ja. En ik denk dat ik dat wel een van de mooiste stukjes vond in mijn opname, zeg maar. Ja. En heb je eigenlijk na de kliniek nog drugs gebruikt? Nee. Nee? Nee. Ik denk, als ik echt gewoon bij mezelf blijf, denk ik dat het een hele kleine kans is dat ik terug ga vallen. Als ik echt de stappen doe die goed voor me zijn, echt blijf doorgaan met waar ik mee bezig ben, en gewoon me uit blijf spreken en naar die groepen ga, ik denk dat ik dan het grootste probleem heb getackled. Wat zijn een beetje je plannen? Ik wil de zorg in. Ik ga beginnen in de gehandicaptenzorg. Ik denk dat ik in de toekomst wil ik uiteindelijk de verslavingszorg in om mensen te helpen die, ja, ja. Die vandaan komen waar ik vandaan kwam, zeg maar. En die, ja, die te helpen daarin. En denk je dat die verslaving altijd gewoon een groot onderdeel van je blijft? Of zal het op een gegeven moment minder worden? Ik denk dat ik gewoon altijd gewoon lekker naar meetings blijf, naar praatgroepen blijf gaan. En mezelf daar blijf uitspreken. Of ik nou 4 jaar clean ben, of als ik nou 3 jaar, of 2 jaar, of 1 jaar. Of als ik dat blijf doen, dan weet ik gewoon dat het goed zit. En ja, ik denk dat het dit gewoon... is de manier waarop het werkt. Ja. En wat er in de toekomst gaat gebeuren, ja, dat zie ik me dan wel weer. Ja. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Hey, hou jij eigenlijk van gewoon dunne hagelslag? Of zou je dan XL hagelslag doen? Of eet je geen hagelslag? Ik eet geen hagelslag. Nee? Nee. Maar oké, en als je dan moet kiezen? XL. Kijk.